De Johannes Opus is over de hele wereld bekend en dat al meer dan 50 jaar. Het is een meesterlijk orgel voor iedere organist, eenvoudig te bedienen, aanzetten en direct spelen. Het meubel is voor het eerst echt veranderd. Het heeft nu een compacte, moderne uitstraling. Het is geschikt voor iedere huiskamer en in diverse kleuren leverbaar. De Opus heeft een krachtig 4.1 audiosysteem met een fantastische subwoofer. Hierdoor klinken alle stemmen levendig en overtuigend. Het leuke van dit orgel is dat je kunt kiezen uit 4 stijlen: romantisch, symfonisch, barok en historisch. Elke stijl is gevuld met stemmen van historische orgels uit Amsterdam, Kampen, Raalte, Parijs en Dresden. Ik laat de 4 klanken nu kort horen en laten we beginnen in de Oude Kerk in Amsterdam. Dit was de prachtige baarpijp van het bovenwerk vanuit de Oude Kerk in Amsterdam. En nu neem ik jullie mee naar Kampen, de Bovenkerk, en laat jullie horen hoe je daar op een hele mooie wijze een trio kunt spelen. Zo klinken de strijkers vanuit de basiliek in Raalte. We gaan van Nederland naar Duitsland en dat met een druk op de knop. Ik laat jullie horen hoe overtuigend Bach klinkt op een Silbermann-orgel in Dresden. De volledige dispositie bestaat dus uit authentieke pijporgelstemmen en dat is goed te horen. Sommige registers beschikken over een dubbele gravering. Hiermee kun je de specifieke stem van een bepaalde stijl laten horen. Zo wordt de kwint 2/3 uit de barokbank een viola di gamba in de symfonische bank. En zelfs het carillon in Kampen is te horen in de historische samplebank. Dit register wordt een mixtuur in de overige stijlen. Kortom, de Opus biedt eindeloze mogelijkheden met een levensechte klank. Door de convolutiegalm en de ambiancefunctie wordt je speelbeleving nog intenser. Je hebt maar liefst 12 verschillende galmen tot je beschikking en die klinken fantastisch, want ze zijn opgenomen door de audio-experts van Johannes. Door de ambiancefunctie kun je zelf kiezen vanaf welke plaats je het geluid wilt horen. Je hebt daarbij 4 opties.
het geluid vanaf de orgelbank, het geluid vlak voor het orgelfront, het geluid midden in de kerk of het geluid achter in de kerk. De Opus serie bestaat uit twee modellen, de Opus 260 met 36 stemmen en deze Opus 360 met 43 stemmen. Uiteraard is de Opus ook standaard uitgerust met twee solostemmen, de panfluit en de trompet. Dus de vernieuwde Opus heeft je ontzettend veel te bieden en staat garant voor uren speelplezier.